Winkeliers Malde niet blij met plotselinge parkeerplaatstekort door werkzaamheden. Gemeente Heumen komt met oplossingen. Bij het winkelcentrum in Malde is de sloop van het steenhuis gestart. Hiervoor zijn 50 parkeerplaatsen afgezet, tot onvrede van de winkeliers. Gisteravond vond er een spoedvergadering plaats met alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Het is nu duidelijk voor de mensen en voor de omwonenden, die worden nog geïnformeerd. Die krijgen daar nog een extra schrijven over. De ondernemers worden opnieuw geïnformeerd en dan hopen we dat het probleem de kou uit de lucht is, zeg maar. Kijk, we moeten 50 parkeerplaatsen onttrekken aan het geheel. Daar komen we niet onderuit. Je kunt moeilijk zeggen, stapel de auto's, maar dat werkt niet. We hebben aan de overkant van de Rijksweg, bij de kerk, hebben we een heel groot kerkplein. Dat gaan wij ook openstellen voor het parkeren. En dat zijn voor nu de belangrijkste maatregelen. Ja, er zijn altijd mensen die er niet happy mee zijn dat het gebeurt. Maar ja, soms is het niet anders. Er wordt gebouwd in het centrum van Malden. Ja, dat kost altijd parkeerplaatsen. Ze gaan het zoveel mogelijk proberen te beperken. Op het terrein komen 28 sociale huurwoningen die voor de kerst klaar moeten zijn. Om dit zo snel mogelijk te realiseren, moeten vrachtwagens grote elementen aanleveren. En dat maakt dat we op dit moment 51 parkeerplaatsen onttrekken aan het geheel van de parkeerplaatsen van het winkelcentrum. En dat doet even pijn, maar het maakt wel dat we iets moois kunnen maken en dat we dat ook binnen een jaar kunnen realiseren. We hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug is. Dat duurt een jaartje ongeveer, ze hopen in december klaar te zijn. Dus even doorbijten en dan komt het vanzelf goed. Dat gebeurt veilig, dat moet gewoon. Hè. Daarnaast, het verkeer is één, moet veilig rijden. Maar mensen die eromheen lopen met kinderen, ouders, moeten op kinderen letten. Het zal hier even druk worden. We hebben ook aangegeven misschien dat we op sommige momenten van de dag, de drukste momenten, wat verkeersregelaars er neer moeten zetten. Maar dat zijn allemaal dingen die we hebben besproken gisteravond op een goede wijze. En die ervoor moeten zorgen dat het ook veilig is. Over een jaar moeten de nieuwe woningen er staan, maar tot die tijd kan er gewoon rustig gewinkeld worden. Uiteindelijk zegt iedereen, alsjeblieft begin zo snel mogelijk. En hoe eerder dat we klaar zijn, hoe eerder dat we die hekken weer weg kunnen halen, hoe eerder dat de parkeerterrein weer terug is. En dat er 28 woningen komen voor nieuwe mensen. Dus Malden is gewoon bereikbaar. Je kunt gewoon, iedereen kan gewoon komen. Vanuit Nijmegen ook. Dus niks aan de hand. Geen paniek. Het aantal stalbranden in Nederland moet worden teruggedrongen. Demissionair landbouwminister Piet Adema wil het cijfer halveren ten opzichte van 2020. Om dit doel na te jagen, wordt het voor veehouders verplicht om jaarlijks hun stallen te laten keuren. Boer Harald uit Wijchen legt uit wat dit in de praktijk inhoudt. Een stalbrand. Het is de grootste nachtmerrie van iedere boer. Het komt helaas nog vaak voor. Deze nieuwe maatregel moet daar verandering in brengen. Ja, nou moeten we om de 5 jaar moeten die stallen gekeurd worden. En ja, ze willen na 1 jaar. Maar ja, En wat betekent dat voor u als het, zeg maar, als het eerst eens in de 5 jaar is en nu eens per jaar? Wat is dat voor u voor verandering? Ja, als je het gewoon goed voor elkaar hebt, dan denk ik dat er niet zo heel veel verandert. Ze lopen een keer vaker rond, maar ik denk niet dat er zo heel veel verandert. Maar het is... En in de melkveehouderij is het ook, ja, zijn die stalbranden niet zo van toepassing. Het is meer bij kippen en varkens. Wat precies de reden is dat het aantal stalbranden bij kippen en varkens groter is, is niet helemaal bekend. Wel zou het kunnen komen omdat koeien vaker in open stallen staan en dat er bij varkens en kippen meer elektriciteit in de stallen zou zijn. Op veiligheid en op de elektra vooral, want ja, daar beginnen die stalbranden meestal. Mm-hmm. Bij het elektrische... Met elektrische gedeelte, zeg maar. Kortsluiting. Dus als ik het goed begrijp, zegt u van, nou, voor mij is het eigenlijk niet zo heel erg. Want als je het goed bijhoudt, dan maakt het niet uit of het eens per jaar is of eens in de 5 jaar. Nee, dat denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt. Want als het goed voor elkaar is, dan is het ook zo gebeurd natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er zo min mogelijk stalbranden zijn en dat deze maatregel hierbij gaat helpen. En ja, daar moeten we z'n allen wel voor zorgen dat er zo min mogelijk gebeurt. Want het is gewoon helemaal kloten voor de sector ook. Het is overal vervelend voor. Mm-hmm. Dat moeten we niet hebben. Dus, en ook voor die dieren. Het is, daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen natuurlijk. Wijkagenten uit Bergendal waarschuwen ouders en kinderen voor een wit busje. De agenten hebben woensdag meerdere berichten ontvangen over jonge kinderen die door een witte bus achtervolgd zouden zijn.
In die bus zouden twee mannen in donkere kleding hebben gezeten. Het advies luidt om kinderen op de hoogte te brengen van de situatie en hen niet meer met de mannen te laten praten. Verder vraagt de politie naar eventuele getuigen of camerabeelden. Inwoners van de gemeente Druten en Wijchen lopen volgende week de kans om militairen en voertuigen van de 13 lichte brigade tegen het lijf te lopen. De eenheid houdt tussen 15 en 19 januari een grootschalige oefening in de omgeving. De oefening is bedoeld om militairen van de Koninklijke Landmacht op te leiden en te trainen. De militairen voeren te voet en met voertuigen diverse verkennings- en bewakingstaken uit. De activiteiten zijn voornamelijk in de nacht. Ivandro Borges Sanchez sluit zich per direct aan bij het team van NEC. De 19-jarige vleugelaanvaller uit Luxemburg wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Technisch directeur Carlos Albers is blij met de versterking op de vleugels. Hij heeft al meermaals aangegeven dat deze stap hun prioriteit had. Sanchez sluit per direct aan bij de selectie en kan zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord voor het eerst in actie komen. Nijmegen was vorig jaar zeer in trek bij huizenkopers. Blijkt uit het aantal zoekopdrachten op huizenplatform Funda. De Keizerstad eindigt in 2023 op de 9e plaats van populairste zoekopdrachten. Of het nu komt door het gezellige centrum, de universiteit, de mooie omgeving of de vierdaagse feesten. Feit is dat Nijmegen bij woningkopers zeer populair is. Dat bevestigt Funda, dat de ranglijst van populairste zoekopdracht in 2023 bekend maakte. Nijmegen eindigt op de 9e plaats. Net voor Arnhem, dat op plek 10 eindigde. Na een laatste nacht met flinke vorst hadden schaatsliefhebbers vandaag een laatste mogelijkheid om het natuurijs op te gaan. Velen maakten hier nog gretig gebruik van. Maar is dit nog wel verantwoord? En tot wanneer is het ijs nog veilig? Ja, jullie hebben toch nog even zo vroeg de schaatsen erbij gepakt. Ja, zeker. Bruno, een vriend van mij, wij zitten in de buurt van Arnhem en we dachten we moeten vandaag, want het is de laatste dag, hè? Ja, zeker. Zeker inderdaad. We dachten dan gaan we lekker vroeg, wanneer het ijs nog lekker goed bevroren is, ja. Zullen we niet doorheen kunnen zakken. Jullie hebben vanochtend toch nog even besloten om de schaatsen te pakken? Ja, altijd leuk. Mm-hmm. Vandaag is waarschijnlijk de laatste dag dat het mogelijk is. Vind je het dan nog wel verantwoord? Het gaat prima hier. Ja, nee, we moeten het pakken als het kan. Ja, wintersport in eigen land, zo vaak hebben we die kans niet meer. Hè? Dus we gaan er zeker voor. Ja. U bent uw schaatsen vergeten? Nou, eigenlijk mag ik van mijn kinderen niet meer schaatsen, want ik heb last van mijn knieën. Dus die vinden dat eigenlijk te gevaarlijk. En ik kon ze ook niet vinden nu, dus ik dacht dan ga ik gewoon lopend. En geniet u een beetje van het uitzicht? Ik geniet van het uitzicht. Ja, thee is een veel voorkomend middeltje onder de schaatsers. Ja, zeker. Een beetje lekker warm worden. Lekker goed voor de dorst, want je gaat enorm zweten, hè, van het schaatsen. En dit is ook veilig, want je hebt hier niet, het water staat niet in verbinding met de rivieren. Dus het kan ook niet dalen. Dus dat, ja, hier kun je makkelijk schaatsen. Niet zo diep. Dus, nee. Ja. En tot hoe laat zijn jullie van plan om ongeveer te blijven? Nee, niet te lang. Nee, de beentjes worden al een beetje moe, hè? Ja, ook dat. Ja, dus de eerste keer voor het jaar van het jaar, dus vorig jaar. Dus ik denk dat we nog een kwartiertje of 20 minuten of zo. Uurtje of één, denk ik. Ja, ja. Precies. Nog eventjes. Even een ochtendje. Nog een kwartiertje, want we moeten nog werken vanmiddag. Ja, dat is gewoon onze werkdag, dus we gaan zo en weer... Een half dagje vrij en dan moeten we weer terug. De ergste vorst is inmiddels het land uit en in de loop van de dag kregen we daar een bewolkt weerbeeld voor terug. Het kwik kwam uiteindelijk net boven het vriespunt uit en zal daar komende nacht slechts 1 à 2 graden onderduiken. Let er wel op dat het vanavond en morgen glad kan zijn. Morgen overdag blijft het grijs en lokaal is er een kleine kans op wat motregen. De temperatuur komt met 4 graden duidelijk in de positieve cijfers uit. In het weekend blijft het erg grijs en neemt de kans op een bui ook wat toe. Met name op de zondag. Met een graad of 5 is het niet koud. In de nieuwe week neemt de temperatuur langzaam weer af en krijgen we weer met winterse neerslag te maken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 11 januari. Morgen zijn we weer bij je terug en in de tussentijd blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws via rn7.nl en onze socials via RN7 online. Graag tot morgen!